Goedemorgen. Hoe is het met jou? Nou, helemaal prima. Ja? Dankjewel, met jou ook. Ja, leuk dat je hier bent. Hè? Ja. Van het Zeeuws Archief ben je voor de mensen die jou niet kennen. Ja. En wat is jouw rol bij het Zeeuws Archief? Coördinator, educatie en exposities. Ja, precies. Ja. En jij doet nog veel meer. Hè? Daar hadden we het net al een beetje over. Jou zie je ook wel eens op sociale media, dat soort dingen. Ja, die doe ik ook voor het Zeeuws Archief, Twitter. Werkt er al lang, want ik ken je ook al lang. En nu zitten we hier in een heel andere rol. Het gaat over de kenniskast gedeeld verleden. Het Zeeuws Archief doet ontzettend veel. Ook met slavernijverleden en alles wat er mee te maken heeft. Hè? Laatste 2 weken geleden hebben jullie ook een website gelanceerd, hè, over de MCC. MCC slavenreizen, MCC. En dan worden op een interactieve kaart worden alle scheepsbewegingen, zal ik maar zeggen, van de schepen van de MCC, ook in de tijd dat ze nog niet aan slavenhandel deden, worden helemaal in kaart gebracht. En als je daar dan op klikt, dan kun je van alles zien. De naam van het schip, wat die vervoerde, alle opvarenden, dus de bemanning en de kapitein en alles wat eronder zit, plus ook alle directieleden van de MCC. Je kunt op ongelooflijk veel dingen zoeken om van alles te kunnen vinden. Je kunt het zelfs ook gebruiken als genealogisch bron. Hè? Ja, dus het is eigenlijk een interactieve kenniskast, zou je bijna kunnen zeggen, hetzelfde onderwerp. Ja. Nou, hier in de bibliotheek hebben ze de boekenkast ingericht, onderdeel van een groot project. Ja, werken wij ook al mee. Oké, dat doen jullie samen, sorry. Maar vertel eens, want jij hebt ook een boek gelezen en vertel er eens wat over. Wat voor boek is het en waarom is het interessant om te lezen? Nou, laat ik beginnen met hoe ik daar kennis mee maakte. Het Zeeuws Archief heeft nu een slavernijtentoonstelling, Ooggetuigen van de Slavenhandel. En die stukken allemaal uit het archief van de Middelburgse Commerciecompagnie. Dit is de derde tentoonstelling die we doen. 2013-2014, dat was de vorige, en de voorvorige was 2003-2004. En toen waren ook de voorbereidingen voor het monument op de balans gaande. En toen raakte ik ook een keer in gesprek met mensen van het bestuur van de Stichting Slavernijmonument Zeeland. Toen kregen we het over Anton de Kom. En of ik die kende? Ik zei nee, daar heb ik nog nooit van gehoord. Oh, heb je daar nog nooit van gehoord? Toen schaamde ik me eigenlijk een beetje. Denk, oh, die had ik dus moeten kennen. Dus toen ben ik me daar eens in gaan verdiepen. En dat was een hele bijzondere figuur die ook een heel bijzonder boek heeft geschreven. En dat heb ik gelezen en dan was ik diep van onder de indruk. En dan denk ik van, goh, waarom weet ik dat niet? Ik heb dat nooit op school gehad. Op school heb ik wel, ik heb de hele Biep gelezen, zal ik maar zeggen, vroeger. Ja. De openbare bibliotheek. Marijn bij de Lorendraaiers van de Diekman. De hut van oom Tom, noem maar op. Dus dat wist ik wel, maar dat zijn natuurlijk een bepaald soort boeken. Maar Anton de Kom had ik nog nooit van gehoord. Ik denk, dat kan niet. En mensen van nu, die moeten dat eigenlijk ook weten. En in de loop van de tijd is er echt wel veel veranderd. Het is wat een enorme boost heeft gegeven aan de bekendheid van Anton de Kom. Dat is dat hij in de kanon terecht is gekomen. Hè? Okay. Hij is een van de kanonvensters op de slavernij. Dus op school hoor je daar nu kennis mee te maken. Komt hij in beeld? Ja. Ja, dan komt hij in beeld. Met een verhaal over wie die is en wat hij geschreven heeft. En over toch eigenlijk wel zijn belangrijkste boek. En dat is Wij Slaven van Suriname. En ik denk ik vind dat kinderen dit werk ook moeten kennen. Hij heeft er overigens ook hele mooie Anansi-verhaaltjes geschreven. Dus op die manier kun je natuurlijk ook kennis maken met Anton de Kom. Maar dit boek moet je gewoon ook kennen. Ja. Het zit ook in de jeugdbibliotheek. Hè? Dus als je dat opzoekt op je tablet, op je computer, dan kom je bij de jeugdbibliotheek. Daar zitten ook filmpjes bij. Er is een documentaire over gemaakt. Er is ook een podcast van twee journalisten, die heet, Strijden ga ik. Strijden ga ik, die heet Strijden ga ik. En
zij wisten ook niks van Anton de Kom. En die dachten van, nou, hoe kom ik daar nou eens achter? Dus die zijn op zoek gegaan en die hebben dat verwerkt in een podcast. Dus er is ook een multimediale invalshoek van dit boek. Op allerlei manieren kun je kennis maken met Anton de Kom en met zijn werk. Wat natuurlijk ook wel veel breder is dan Wij slaven van Suriname. Maar toen ik dat gelezen had, het maakte echt hele diepe indruk op mij. Het gaat natuurlijk over... Hij is zelf niet als slaafgemaakte geboren. Maar zijn ouders nog wel. En hij heeft ook heel veel voor Nederland gedaan. Hij is in het verzet gegaan ook. Okay. Hij was de Communistische Partij, daar was hij lid van. Ja, dat was natuurlijk ook niet echt in Nederland dat je zei van goh. Maak je veel vrienden mee. Ja, maar toch heeft hij in veel verzetswerk gedaan. En hij is buitengewoon jammerlijk omgekomen in een concentratiekamp in 1945. Dus het is eigenlijk best een oud boek al dan. Ja, dit is al een vrij oud boek. Want sinds dat is natuurlijk, de uitgave ziet er heel modern uit, dus je zou denken dat ze... Ja, deze wel, hè. Maar hij is in 1934 is die uitgekomen en dit is al de 24ste druk. Dus we hebben eigenlijk gewoon een klassieker te pakken. Dit is echt een klassieker. Oké. Nou, ik ken het ook niet, dus zou ik misschien ook eens moeten Nou, kijk. Ik zou zeggen, lees het een keer. Ja. Want hij geeft een heel duidelijk beeld van hoe het was op de plantages en hoe de tot slaafgemaakte daar behandeld werden. En verder gaat hij ook uitgebreid in op de armzalige omstandigheden van de contractarbeiders die na 1873 op de plantages moesten komen werken. Ja. En hij pleit er enorm voor dat er betere omstandigheden komen voor de mensen, maar ook voor het land. Ja, en ja. Je zou eigenlijk bijna kunnen zeggen, het is een pamflet. Ja. Dat is, Een strijdbare mens, vandaar ook de naam van de podcast, de strijder geheik. Ja, absoluut. Ja. Oké, okay. Nou, heel interessant. Dankjewel voor de toelichting. En lezen mensen. Ja, lezen.